Zorg dat je ruimte om je heen hebt. Eventueel een matje waar je op kan staan. Zorg dat je vloer niet te glad is en dan gaan we lekker staan. Oké, voeten naast elkaar. We gaan naar interpose, we laten de heupen zakken. Handen gaan omhoog en we draaien eerst om rechts. Handen naar elkaar toe, heel lift. Armen wijd. Achterste arm omhoog, we komen terug naar de tien. Zelfde linksom. I'll keep you safe and sound when there's no one left to trust. Will you take my hand? We can make our stand. If your world falls apart, I start a riot. If night falls in your heart, I light the fire. In the dark, when you sound the alarm, we'll find each other's arms. Zet hem schuin achter en wijs dan je voorste teen aan. Andere kant, op. Zet schuin achter, strek je voorste been. En dan rek je de voorste hamstrings. Op. I'll fight till the flag waves white until my dying days. If the bombs and blasts, we will take it back. I will burn this city down for a diamond in the dust. I will keep you safe and sound when there's no one left to trust. Will you take my hand? We can make our stand. Maak je lang. Rechts. Til je knie omhoog en draai hem dan schuin Oké, we gaan naar het eerste deel van de Sun Salutation. Wil jij een kwartslag draaien, zodat iedereen het van de zijkant kan zien? We gaan verlengen. Alone in the shores so long in. I miss your footprints next to mine. Sure as the waves on the sands washing. Your rhythm keeps my heart in time. Handen op de grond, we stappen naar plank. En rol weer naar plank. Zet je knieën op de grond en laat je zakken tot plank. Kom omhoog, baby toe in de grond. Zet je weer in de grond, duimdruk. Rechter voet naar voren voor links. Dat blijft wel goed. Dat doen we nog 3 keer. Handen op je schenen. En weer dubbel. Stap of spring naar plank. Knieën op de grond of blijf staan. En zak dan met je borst op de ellebogen. Pak je. Kom naar plank. En nu zakken naar krokodil. Kom hier ook. Let me through the deepest waters. I promise love to carry on for you. Kom omhoog. To carry on for you.
rechte rug. En dus stap op je plank. Kom omhoog en dan weer. Roll naar plank. Elleboog is gewoon langs zakken. Rol naar het blok. Tenen plank op de grond. Tenen weer in de grond op de omhoog. Rechtervoet voor lunge. Snap buik voor het voet. Adem in, rol naar plank. Span je koor aan. Adem uit en laat je zakken. Adem in, kom omhoog. Adem uit, down dog. Adem in, linkerbeen voor. Maak het goed. Snap bij. Nog een halve. Kom omhoog. Handen op je schenen. Word voelt en we stappen naar down dog. En hier blijven we staan voor de volgende. Hielen duw je een beetje naar beneden en staartbeen omhoog. Borst richting je dijbeen. We gaan wandelen. Buig je knieën om en om. En duw je hiel dan nog wat verder in de grond. We buigen allebei de knieën, stappen naar voren met rechts. Kom omhoog, strek je armen. Zakjes naar beneden. We gaan weer draaien. Eerst over rechts. Wijd, achtste arm omhoog. En over links. Hij is iets sneller dan bij de warming. En je gaat hem nog wat meer voelen in je benen. Omdat je in een lunge staat. Oké, we gaan op de grond en we gaan naar chest push. Grote tenen bij elkaar, knieën naar buiten. Hup richting je voeten. We rollen over de vloer naar een up dog. Benen zijn wijd, tenen in grond. Terug naar chest. Elleboog omhoog, borst over de grond. Kom omhoog. Terug naar chest. En bij die updog liften we de heupen van de vloer. Nog één keer en we stoppen in updog. Rol. En dan kijken we onze rechter schouder. Tenen in de grond, we gaan weer naar down dog. En wandel. Wij vallen bij je knieën, stap naar voren met rechts. Zelfde been dus. Kom omhoog, zak in lunge. En we blijven hier staan. Dit is optie 1. Optie 2 is om jezelf te verlengen. In een baby bent back. Is dat te veel? Dan kan je handen altijd in je heupen zetten. We komen terug naar de beginpose en dan gaan we draaien. Eerst over rechts. Draai, wijd, omhoog en zak weer. Links. En alleen je bovenlichaam draait. Handen weer op de grond, terug naar down dog. En je mag weer wandelen. Kies jouw tempo. We gaan alles nog een keer doen. Maar nu stappen naar voren met links. Komt ie. Voor. Kom omhoog. Arm omhoog. Laat je achterste knie zakken. We draaien over links. Links. Wijd. Hoog. Rechts. Wijd.
handen op de grond. We gaan naar child pose. Tenen bij elkaar, knieën naar buiten. Maak je lang. Zet je handen omhoog. Elleboog op en kom naar up dog. Nog een keer. Baby, tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar, lo quiere recordar. Baby, yo quiero entrar. Laatste keer, we stoppen in het dok. Tenen in de grond, we gaan naar down dog. Leg allebei de knieën, stap voor met links. Blijf staan. Kom omhoog. Dan stap je lunge. Blijf hier staan. Kies jouw optie. Blijf hier recht. Of verleng jezelf naar achter. Is dat nog iets te veel, maar wil je wel die verlenging in je rug, zet je handen in je heupen. Hou anders je armen hoog voor extra intensiteit. Kom weer recht in het midden. We gaan voor de laatste keer draaien. Eerst over links. Draai, wijd, op, leg. Yes. Zet de benen even uit. We gaan nu echt naar standing strength. En daarvoor kijken we eerst naar de linkermuur. Voor een warrior 1. Linkervoet wijst naar de linkermuur. Rechtervoet naar voren. Linker knie boven je enkel. Heup en borst recht naar de linkermuur. Armen zijn hoog. Life is a wasted time. Look inside your heart and I look inside. We gaan verlengen naar baby bent back. Kom naar achter en spreid je armen. En als je denkt dit is mijn punt, hou vast. Als een vogel spreid je vleugels. Breng ze naar beneden. Verleng jezelf naar voren. Handen op de vloer, knieën bij elkaar. Laat je been hangen in een hoek van 90 graden. Wil je meer? Verleng hem naar het plafond. Grote stap naar achter. En we kijken naar voren. Draai je dijbenen meer, zodat je heupen recht staan. En we gaan hier de armen spreiden. Even kijken of alles goed is. Warrior. We gaan naar de rechter muur. Leun met je rechterarm op je been. De linkerarm laat je over je heen vallen. Draai je schouders en je borst open. Zodat er ruimte is. En wil je meer? Duw die linkerknie wat meer naar de linkermuur. Kom omhoog. Strek je linkerbeen. En duw dan je heupen naar rechts. Linkerhand gaat naar je linkervoet. En de rechterarm wijst naar het plafond. Borst is weer open, schouderbladen naar elkaar toe. Is dit te veel? Mag je arm ook wat hoger zetten. Goed, dat kan even. En zometeen gaan we ze combineren. Komt ie aan. We gaan naar Sun Warrior, dus we leunen naar rechts, buigen onze linkerknie. Breng je vuist naar je toe en strek je uit alsof je 's ochtends net uit bed komt. We gaan naar Extended Mountain, dus we houden onze knie gebogen, maar verleng ons. En vanuit hier ook weer uitstrekken naar beneden. Sun Warrior, naar rechts. Strek je uit. Extended Mountain. Mountain Warrior. Strek je uit. Sun Warrior.
En strek je uit. En vanuit deze gaan we naar de triangle pose. Dus we gaan weer naar links, maar we strekken ons been. En zetten de heupen naar rechts. Strek je uit. Sun warrior, buig je linkerknie. Kom naar rechts. Strek je uit. En denk aan de wissel, dat je je heupen naar rechts doet. Linkerbeen strekt. En vanuit daar naar beneden. Strek je uit. Ja, wat we aan één kant doen. Toen ook aan de andere kant. Draai je rechtervoet naar de muur. Linkervoet naar voren. Buig dan je rechterknie. Tot boven je enkel, niet verder. Heupen, borst naar de rechtermuur. Arm omhoog. En als je wil, kun je dan nog iets dieper zakken. We gaan verlengen, baby windback. Kom naar achter, spreid je armen. Zet hem vast. Voel de rek op je buik. Of misschien ligt het aan iets wat er in mijn buik zit op de voel. Oké, gelukkig is het ook. Armen gaan naar beneden, verleng jezelf naar voren. Zet je handen op de grond, knieën naast elkaar. En strek dan je been uit als je wil. Je mag natuurlijk ook altijd laag blijven. We zetten weer een grote stap naar achter, terug naar die warrior. En we gaan nu naar de warrior 2. Heupen gaan weer naar voren. Draai je dijbenen open, zodat die dij en heupen naast elkaar zijn. Borstwijs naar voren. Strek je armen. We gaan naar sun warrior. Kom naar achter. En zorg dat dit echt een C is. En dat je borst open is. En dat je schouderbladen naar elkaar toe draait. Dan gaan we naar die triangle pose. Armen blijven wijd, maar we strekken ons rechterbeen. Heupen naar links. En dan gaan we naar beneden. Kies jouw optie waar jij je arm wil zetten. En misschien moet je een klein beetje je benen dichter bij elkaar zetten. Geen probleem. Borst is open. Schouderbladen naar elkaar toe. En we gaan zo meteen weer combineren. Oké, we gaan het sun warrior. Buig je rechterknie. Kom naar achter. En strek je weer uit. Extended warrior 2. Dus we verlengen ons. Je knie blijft gebogen. En je vuist naar je toe en strek je dan uit naar boven. Sun warrior. Strek je uit. Hoe blijf staan. Extended warrior 2. Strek je uit. Sun warrior. Strek je uit. Triangle pose, strek je been, heupen naar opzij. Naar opzij, dan snap ik het. Strek je uit. Sun warrior, buig je knie weer. Duw jezelf naar rechts. En strek je uit. Triangle pose. Laatste keer sun warrior. We komen nog in een wijde squat. Of niet? Oké, balans. Eventueel de muur in de buurt. Of een stoel. En we liften onze hielen. En komen dan naar een intense pose. Dus je staat op de bal van je voet. Knieën zijn gebogen. Heupen naar achter. Armen hoog, schouders laag. Breng je handpalmen bij elkaar. Kom omhoog en je handen naar het midden. Dan trengen onze rechtervoet naar onze linkerknie. Draai over onze rechterschouder. Spreiden de armen.
En nu komt jouw uitdaging. Je mag hier blijven of je doet een heel lift. In die heel lift, maakt niet uit hoeveel je er doet. Kies jouw tempo waar jij je op het gemak bij voelt. Span je buik goed aan, kantel je bekken en hou je standbeen licht gebogen. Ballerina's. Making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad. We zijn er bijna. When I'm with my baby, yeah. Okay. We gaan weer terug naar die intense pose. Lift je hielen. En vanuit daar gaan we een beetje zitten. Arm omhoog. En let op dat die schouders laag blijven. Dus dat je spanning in de schouderbladen zoekt. Hand palm weer bij elkaar en trek jezelf omhoog. Voeten gaan weer plat op de grond. Linkervoet. Rechter knie. Draai over je linker schouder. En als je balans hebt, strek je uit. Hou je standbeen licht gebogen. En we gaan weer naar de heel lift. Oeh, deze kan een stuk slechter. Op. Of je blijft hier, hè. Dat is ook helemaal prima. Misschien heb jij hier al moeite mee. En misschien wil jij je voet wat lager plaatsen. Zodat je wat beter balans hebt. En dan wil ik ook aan deze kant de ballen in je poos doen, hè. Oké, kom terug. Oké, armen gaan omhoog en de linkervoet mag onder de knie blijven hangen. Gaan we naar Warrior 3. Als je gaat vliegen, kom weer naar voren. Standbeen hou je licht gebogen en daar zet je je gewicht op. En als je wil, wat versnelling. Op. Oh, we gaan weer naar achter. En als je wil, kan je ook wat verder duiken. We gaan iets naar voren komen. Knieën op. Dat mag onder je knie blijven hangen. En we gaan achter. Nou, vanaf is het goed echt vers voor mij vandaag. En ook hier ligt je uitdaging, hè? Versnellen of niet. Op. Oh. Oké, we gaan naar de grond voor een heupstretch. Oh ja, we gaan eerst nog blijven staan. Als ik jullie toch niet had, hè? We gaan naar dancers pose. Ik draai even. Je pakt met je rechterhand. Je rechtervoet. Als je hem hebt, leun je iets naar voren. Arm gaat naar voren, je duwt je voet in je hand. Denk je, dit is appeltje eitje? Heel even. We gaan wisselen van kant. Linkerhand. Linkervoet. Leun naar voren. Strek je arm, duw je voet in je hand. Ik ga het hier niet eens proberen. Nu gaan we wel naar de grond. Oké, kom zitten. Rechterbeen buig je voor. Linkerbeen mag je ook echt weer buigen. En dan leun je naar voren. Wil je meer? Strek je been, draai je heupen naast elkaar. Wil je dan nog meer? Pak je achterste voet. Voor meer stress op je bovenbeen. Ook dan kan je naar voren komen. Of mermaid pose.
Oh, en lang ook, Judith. Print screen. We laten los. Judith is hier het feestje aan het vieren. Andere kant, buig je linkerbeen. Rechterbeen achter je gebogen, leun naar voren. Optie 1. Optie 2, strek je achterste been, heupen naast elkaar. Vanuit hier pak je achterste voet. Zet hem aan. En wil je dan meer rek hier? Kom je naar voren. Of je komt weer naar die mermaid. Jammer! Zoek dus jouw uitdaging, maar waarbij je wel die stretch hebt. Oké, we blijven dus op de grond. Alleen we gaan op de grond liggen. Op de rug liggen. En we zetten onze linkervoet tegen de rechterknie. Armen gaan om dat linker bovenbeen. Trekken de rechterknie naar ons toe. En strek hem uit. Je zet dan je elleboog tegen... Oh, ik pak eens verkeerde been. Je moet gestrekte been hebben, ik dacht al. Oké, elleboog tegen je linkerbeen. En dan gaan we die naar achter duwen. Maar dat gaan we doen op het moment dat we inademen. Dus je duwt je elleboog tegen je been. En die andere been in je handen. Dan komt die adem in. Adem uit en uit los. Nog een keer. Adem in, duw. Adem uit. Nog één keer. Adem in. En los. En als het goed is, voel je dan meer rek op je linkerheup. We gaan weer staan. Rechtervoet. Op je linkerknie. Pak je linkerbeen. Strek hem uit. En voor die PNF stretch gaan we dus weer die elleboog tegen het rechterbeen zetten. En hem naar achteren. Komt hij aan. Adem in en duw. Adem uit, laat los. Voel je nou niks in je heup? Dan kan je met één hand je been vast blijven houden en met je andere hand wat meer druk zetten. Komt hij, adem in. En uit. Adem diep in. En uit. Oké, dus we gaan naar de grond. En we komen omhoog. Gebruik daarvoor de been. Strek je linkerbeen uit. De rechtervoet gaat tegen je dijbeen aan de binnenkant. En we leunen naar voren. En dat doen we met een rechte rug. En dat doe je door naar je tenen te kijken. Dus we gaan niet de kin op de borst brengen, want dan wordt er een bol. Maar je kijkt over je voet heen. Linkerhand gaat tegen de binnenkant van je enkel. En de rechterhand wijst naar de plafond. Wissel van hand. Kom weer naar voren. Kijk over je voeten heen voor die rechterrug. Hand tegen je enkel. Hou me even vast, ondanks dat de muziek al afgelopen is. Buikspieren. We gaan in de plank. Op je ellebogen, maar op je tenen, want we gaan de knieën laten zakken. Komt hij aan. Eerst je voorste knie, achterste knie, omhoog, hop. Span je koor goed aan. Kantel je bekken en hou je schouders laag. Is dit te veel? Blijf dan gewoon op je knieën in de plank. We gaan hem draaien. We draaien eerst naar voren. Kom omhoog. En doe je hem vanaf je knieën. Dan buig je je onderste been.
doe je hem vanaf je voeten, dan sta je in een kleine spreidstand. Dan ga naar de andere kant. Zorg dat je één rechte lijn bent en dat je heupen hoog zijn. Oké, we gaan terug naar die knee drop. Laag, laag, hoog, hoog. En nogmaals, als je te veel blijft laag in die plank. Maar span je buik, planten je bekken, schouders laag. We zijn er bijna hoor. Maak je klaar voor weer een draai. Kom naar voren. Maak weer één rechte lijn van je lichaam. Heupen hoog. Andere kant. En wil je toch meer, maar is twee voeten te zwaar, dan kan je je bovenste been altijd nog optillen. We gaan op de rug liggen en volg je bij Judith, want ik doe een aangepaste versie. Benen gaan omhoog. En we gaan zo meteen één voet buigen en de andere been laten vallen. Komt-ie. Laag. Sluit aan. En omhoog. Val. Strek bij. En kom omhoog. Val. Bij. Omhoog. Val. Bij. Omhoog. Laatste been. Val. Bij. Omhoog. Oké, we buigen onze knieën en dan nogmaals volg Judith voor de rugtrek. Tot ik hier ook een aangepaste versie. Voeten gaan naar beneden. Uit, hoog, buig. Laag, uit, hoog, buig. Laag, uit, hoog, buig. Laag. Uit, hoog, buig. Hou dit ritme vast en duw je onderrug in de mat. Is dat moeilijk? Strek dan niet zo ver naar beneden. Laag, uit, hoog, buig. Laag, uit, hoog. Buig. Voeten gaan op de grond. We duwen onze heupen omhoog en kruipen met onze hakken naar onze schouderbladen. Handen verstrengelen. Duw daardoor nog verder je heupen omhoog. We gaan eerst het voorste been omhoog brengen. Op. Uit. Laag. Neer. Andere been. Is dit te zwaar? Laat je handen los. Voorste been weer. In. Op, terug, laag. Achtste been, op, laag. Oké, ontspan. Draai op handen en voeten. Achtste been, strekken we er doorheen. En we draaien naar een soort van bruggetje. Het arm blijft hoog. En je kan kiezen of je been uitstrekken, dat is optie 1. Of je buigt ze allebei en je doet vanuit daar je heupen nog wat verder omhoog. So baby, bend back. Laat je heupen zakken. Zet het achterste arm op de grond. Voorste arm gaat omhoog. Kies weer je optie of strek je been of buig hem en duw vanuit daar je heupen omhoog. We zijn er bijna. Ontspan. Draai weer op je buik. Volg Judith voor de iguana. Handen naast je borst.
En we gaan zo omhoog komen. Trek die schouderbladen naar elkaar toe. Wijd. Terug. En laag. Dus zet spanning op je rug. Spreid vanuit daar je armen. Zet ze weer op de grond. En terug. We leunen op onze vingertoppen. Wijd. Terug. Laag. Nog één keer. Wijd. Oké, zet je tenen op de grond. Kom naar plank. En breng dan je heupen naar achter. We gaan zo onze voorste knie naar voorste elleboog. Voor. Terug. En dan wissel je het af met je andere been. Is dit te veel? Laat je knieën zakken. Voor. Blijf je buik goed aanspannen. En wil je meer, sprongetje erbij. We gaan op de grond liggen. Voor een low bow pose. Ja. Pak met je rechterhand je rechter enkel. Wil je meer? Pak ook je linkerhand je linker enkel. En duw dan je handen in je voeten, je handen. Kom omhoog. Je mag ook met één arm natuurlijk. Maar doe je met één arm, moet je nu wisselen. Nog even vasthouden. Probeer jezelf nog wat verder omhoog te duwen. Oh, Rudy gaat naar voor de oranje zone. Goed bezig, Rudy. Ik ben ook wel hoog. Oké, blijf op de grond. Breng je tenen naar elkaar toe. Knieën iets naar buiten. Kom naar Child's Pose. We gaan voor de twist. En als we de rugtrek hebben gehad, dan kunnen we alweer gaan aftellen voor het einde. Zet je handen op de grond, kom omhoog en stap dan met je, ja, wat gaan we doen, linkerbeen naar voren. Zet je linkerhand op je bovenbeen en kom omhoog. Draai dan je borst. En zet je rechter elleboog aan de buitenkant van je linkerknie. En rechterhand erbovenop. Achterste teen op de grond. Kom omhoog. En vanuit hier strek je armen. Is dit te veel? Laat je achterste knie gewoon weer zakken. Oké, handen weer op de grond. We wisselen van been. Rechter voet voor. Hand op je bovenbeen. En duw jezelf dan schuin omhoog. Linker elleboog, buitenkant rechter knie. Handen op elkaar. Achterste teen op de grond. Kom omhoog. En spreid je armen. Is het te veel? Laat je knie zakken. En ik ga nu even gebruik maken van mijn schoenen. Mijn buik zit toch niet lekker tegen de benen. Oké, achterste knie zetten we aan de buitenkant van het voorste voet. Zodat we meteen lekker kunnen gaan zitten. Pak je been vast en trek hem aan. Borst is op. Rug is lang. Is hem gekruist te veel? Kan je ook voor deze optie gaan. Is dit te weinig? Pak je voorste voet. En strek hem uit. En strek je achterste arm uit. Kijk naar je achterste arm. En blijf die rug verlengen. 3, 2, 3, 4. Kies jouw optie hè, die bij jou past. We gaan wisselen. Blijf je rechterbeen. Linkervoet eroverheen. Of ernaast. En pak je enkel.
knie weer vast. Maak je lang. Rug is lang, borst is op. En ook hier kan je ervoor kiezen. Voorste voet. Alleen iets minder lang. Timing gaat echt goed bij mij vandaag. One day. We gaan omhoog. When the glory comes, it will be ours. En vanuit hier gaan we naar forward fold. Voeten zijn onder de heup of iets breder als je wat meer ertussen moet stoppen. When the war is won, probeer je knieën te blijven strekken. Terwijl je handen op de grond staan. We gaan naar een flat back bend. Handen op je schenen. En rek je uit tot een rechte rug. Een beetje een deadlift houding. Hands to the heavens, we gaan naar de beweging van het begin. Trek je linkerknie omhoog. Zet hem schuin achter en rijk weer naar je voet. Blijf hier staan voor een hamstring stretch. Andere kant omhoog. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Laat je bil wat meer zakken om die hamstring te stretchen. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living. Voel dan die hamstring stretch in dit been. Misschien voel je niks. We walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down and we stand up. Wat je ogen kan proberen. The camera panned up. Met je borst iets verder te zakken. And we ran up. One day. Vanuit hier gaan we weer naar forward fold. When the glory comes, it will be ours. It will be ours. Oh, one day. When the war is won, we will be sure. We will be sure. Handen gaan op de schenen. Kom op. Rechte rug. Gaan we naar forward fold, maar als je wil, mag je armen achter je verstrengelen en dan uitstrekken. Hierdoor vallen je armen over je heen en gebruik je de zwaartekracht om nog iets verder in je forward fold te komen. Kan niet zo prettig voelen aan je schouders, als dat zo is, zorg dan dat je ze iets gecontroleerder terughoudt. Uiteraard mag je ook van je handen op de grond zitten. We gaan weer terug naar de eerste beweging. Rechte been omhoog. Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the league of justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. The dream we had, an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win the war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord. My eyes have seen the glory. One day. Vanuit hier gaan we de billen gewoon lekker laten zakken. En zitten. It will be ours. Benen zijn wijd. Val over je lichaam heen, richting je tenen. Maar hou je borst open en je schouderbladen naar elkaar toe. Dus red je het niet, geen probleem, zolang je maar recht blijft en open blijft. We gaan voor de andere kant. Rechterhand binnenkant. Rechter enkel. Linker. En ook hier laat je vallen over je lichaam. Richting je teen. Borst is op. Schouderbladen naar elkaar toe. Voel de rek aan de zijkant van je lichaam. Oké, we blijven hier voor de laatste trek alweer. Je mag je knieën buigen als je dat wil.
Als je denkt, ik kan niet naar voren terwijl mijn benen gestrekt zijn, buig je ze gewoon. Of je legt ze wat dichter bij elkaar. Maak je lang en vanuit hier ga je naar voren. Je kan ervoor kiezen om je voeten vast te pakken. Of je kan je armen vooruit strekken. En hier gaan we hetzelfde doen als we net bij de heupen hebben gedaan. We gaan PNF stretching. Dus dat betekent dat als we inademen, dat we de stretch gaan opzoeken. En bij het uitademen loslaten. En het makkelijkste is om je voeten vast te pakken. En die wat van je weg te duwen als we gaan inademen. Komt die aan. Adem diep in. Duw. Adem uit. En voel dat je iets verder kan zakken. Nog een keer. Adem in. Duw weg. Een keer adem diep in. Adem uit. Oh, dit klinkt net niet. Net niet plat. Oké, okay, kom omhoog. We gaan op de rug liggen. Knieën zijn gebogen. En met onze linkerhand pakken we onze rechtervoet. En laat hem dan schuin over aantrekken. Dus je trekt hem naar je rechter, linker schouder. Raak hem in de war van rechts en links, jongens. Wil je meer, dan kan je je gebogen been strekken. Ik ga heel veel mijn hand wisselen. Jullie blijven bij dezelfde hand. En voel de rek aan de achterkant op je hamstring. Gaan wisselen van kant. Voet op de grond. Pak met je rechterhand je linkervoet. Strek hem uit. En laat hem dan overvallen naar je rechter schouder. Wil je meer? Strek je linkerbeen. Je mag ook je heup iets meenemen. Nog meer rek in je heup en je hamstring te voelen. Blijf hier even liggen. Ontspan. Zet je voeten tegen elkaar aan en laat je knieën naar buiten vallen. Handen mag je eventueel onder je hoofd leggen. Of uitstrekken boven je. En als je wil, sluit je ogen. En ontspan. Focus je even alleen op je ademhaling. Adem diep in. En weer uit. Tel eventueel je ademhalingen tot 10. Als je wil mag je lekker blijven liggen. Trek dan eventueel wel weer een vestje aan of een dekentje over je heen. En zoek dan even op YouTube een meditatie op. Voor ons houdt het hier op. Tot ziens.